Goeiedag, er is al veel gesproken over de hitte die in aantocht is. Het is misschien wel even een mooi moment om in detail te gaan kijken wat er nou precies gaat gebeuren, want er zijn best nog wel wat nuances. Ik maak gebruik van het Amerikaans model en het Europees model. Die kan ik mooi door elkaar heen gebruiken vandaag, omdat ze beide toch echt wel dezelfde trend laten zien. En die trend is eigenlijk dat het dinsdag en woensdag vrij warm gaat worden in ons land. Daarna minder warm en in de loop van het weekeinde wordt het dan echt heet zoals het er nu naar uitziet. En dat zal lang niet overal in het land zijn. En hoe heet het precies gaat worden, ook dat is nog steeds wel een vraagteken. Maar we gaan er gewoon eens eventjes naar kijken. Ik begin met de grondkaart van maandagavond. En dan zien we feitelijk een hoge drukgebied boven Duitsland liggen. En dat hoge drukgebied, dat gaat ook dinsdag ons weerbeeld bepalen. Dan is er nauwelijks wind aanwezig, kan de lucht mooi opwarmen. Er is ook weinig bewolking en zal de temperatuur flink gaan oplopen. Woensdag komt er al wat meer bewolking. En donderdag en vrijdag gaat er dan wel iets veranderen. Ik haal het hoge drukgebiedje weer even weg en ik zet de animatie aan. En dan kunnen we zien dat we op donderdag en ook op vrijdag weer te maken gaan krijgen met een noordweststroming. En met een noordweststroming wordt toch over het algemeen wat koelere lucht aangevoerd. En het is maar de vraag of we überhaupt op donderdag en vrijdag nog wel de 25 graden gaan halen. Heel misschien dat dat lukt in het zuidoosten, maar elders verwachten we dat eigenlijk niet meer. Er zijn ook wat meer wolkenvelden en de zon die zal zich ook wel laten zien. De kans op neerslag blijft in ieder geval klein. Wat we verder ook zien is dat er een nieuw hoge drukgebied zich meldt. Een nieuwe zeil van het Azoren hoge druk. En dat gaat langzaam maar zeker over Nederland trekken. En dan gaan de weerkaarten echt veranderen. Ik zet de animatie weer aan. Dan zien we dat dat hoge drukgebied dichterbij gaat komen. En als het dan eenmaal gepasseerd is, ja, dan krijgen we een compleet andere stroming. Want dan zitten we vanaf zondag, maandag uiteindelijk in een zuidelijke stroming. We hebben dan een lage drukgebied hier boven de oceaan. En een hoge drukgebied boven de Alpen. En daartussenin krijg je dan die zeer warme lucht. Warme lucht die al geruime tijd aanwezig is boven het zuidwesten van Europa. Boven Spanje is veel warme lucht aanwezig en die kan dan uiteindelijk onze kant op komen. Dat lukt de komende dagen nog niet echt, omdat we nu nog steeds met die westelijke bovenluchtstroming te maken hebben. Maar in het weekeinde gaat dat wel gebeuren. Ik kan u dat mooi laten zien aan de hand van het 850 hectopascal temperatuurveld. Dat zijn temperaturen die gemeten worden op zo'n 1500 meter hoogte. En dat is altijd een mooie parameter om te zien wat die temperaturen ook aan de grond gaan doen. Nou, we zien het al. Dit is dinsdagmiddag. Hoge temperaturen boven Spanje en boven Portugal. Dat zijn temperaturen die aan de grond dan kunnen uitmonden in, nou, misschien wel 40 graden. Maar die warme lucht die zit daar voorlopig nog een klein beetje opgesloten, omdat we bij Nederland dus die westcirculatie hebben. Maar als we dan richting het weekeinde gaan, dan zien we wel dat die warme lucht langzaam zeker onze kant op gaat komen. En dan krijgen we vanaf zondag, maar met name op maandag en de dagen erna, echt met hoge temperaturen te maken. Dit is in de nacht van maandag op dinsdag. Dan staat die temperatuurwaarde zelfs boven de 20 graden. Dan heb je een uitgestrekte tong van zeer warme lucht over Spanje, Frankrijk en ook de Benelux en Duitsland. Ja, het is wel hele droge lucht, dus echt neerslag verwachten we niet. En dat betekent dus dat de zon ook volop kan gaan schijnen. Ik heb voor de verandering eens een kaartje er even bij gezet van Madrid bijvoorbeeld. De verwachting voor Madrid voor de komende periode. Van woensdag tot en met zondag worden de temperaturen verwacht boven de 40 graden. Die bovenlucht is zo warm, het is zeer droge lucht ook. En de zon die kan volop schijnen. Maar ook in Parijs zijn die temperaturen over het algemeen ruim boven de 30 graden. En in het weekeinde wordt het zelfs weer duidelijk warmer. Als u bijvoorbeeld op vakantie gaat naar het zuiden van Europa dit weekend, moet u al rekening houden met zeer drukke wegen. Maar dat niet alleen, ook met hoge temperaturen. Dus het wordt echt wel heel warm. Want of het nou 40 graden gaat worden of 30, 35 graden, op zich maakt dat niet zo heel veel uit. Het is gewoon wel snikheet dit weekend. Zoveel is inmiddels wel duidelijk. Ja, die warmte in ons land, niet overal hoor. Want als ik bijvoorbeeld de pluim voor het noordwesten erbij pak, en dat is ook wel een beetje voor het noordelijke gebied, het Waddengebied onder andere ook, maar ook Noord-Holland, dan zien we heel duidelijk dat het wel met die temperaturen mee gaat vallen. Het wordt dinsdag en woensdag waarschijnlijk wel iets boven de 20 graden, maar daarna lukt dat eigenlijk helemaal niet meer. En dan zien we wel in het weekeinde dat die temperatuur omhoog gaat. Ik zal de 25 graden lijn nog eventjes accentueren. Dan ziet u dat er eigenlijk amper temperatuur boven de 25 graden worden verwacht in het noordwesten van het land. Prima weer verder wel, want er zijn flinke zonnige perioden. Natuurlijk af en toe wat wolkenvelden, het blijft ook wel droog. Maar niet die heel hoge temperaturen.
die hoge temperaturen zien we wel terug in het zuidoosten van het land. Daar laat de pluim echt wel hitte zien. Als ik nog een keer die 25 graden lijn erbij pak, dan vinden we die hier terug. Nou, dan ziet u het al in het weekend en de dagen erna. Dan zitten we ruim boven die 25 graden. Sterker nog, er zijn wel wat signalen dat we misschien wel boven de 35 graden uit kunnen komen. Een paar dagen geleden zagen we zelfs ook nog temperaturen boven de 40 graden. Nou, dat gaat gelukkig niet lukken, want daar zit eigenlijk helemaal niemand op te wachten volgens mij. Maar dit wordt ook wel zeer heet hoor. Dat heeft toch echt wel alle schijn van dat dit misschien wel een regionale hittegolf gaat worden. 5 dagen op rij minimaal 25 graden en 3 dagen daarvan ook nog boven de 30 graden. Nou, dat zou zomaar gaan kunnen lukken vanaf misschien wel zaterdag dat we dan hier in een regionale hittegolf terecht gaan komen. Wat we ook heel duidelijk zien, is het dipje op vrijdag. Dan komen we waarschijnlijk ook in het zuidoosten niet boven de 25 graden. Want anders was er zelfs kans geweest dat je misschien al vanaf dinsdag begint met de hittegolf. Omdat je dan een hele lange reeks krijgt van 25 graden of warmer. Maar nogmaals, dat lijkt niet te gaan lukken. Omdat die vrijdag wat dat betreft roet in het eten gooit. En ook de donderdag is ook nog maar spannend of dat 25 graden gaat worden. Want die noordweststroming heeft dan echt wel een belangrijke rol. Laten we nog even naar zomerse warmte en tropische warmte gaan kijken. Tot slot, dit is voor regio Midden. Dat is zeg maar ook gemiddeld Nederland. Laat ik het zomaar omschrijven. Dan zien we dat we dinsdag echt wel een grote kans hebben op een zomerse dag. En dat het dan eventjes weer gedaan is. En vanaf zondag komt die kans op een zomerse dag dan wel weer heel duidelijk in beeld. Als die tweede bult met warme lucht onze kant op gaat komen. Sterker nog, voor het midden van het land is het dan zelfs ook mogelijk dat we tropische warmte gaan krijgen. Nou, laten we dan ook nog even tot slot naar het allerwarmste plekje gaan kijken. Dat is dan het zuidoosten van het land zoals het er nu naar uitziet. Ja, dan ziet die grafiek er al heel anders uit. Dan hebben we op dinsdag en woensdag toch wel zeer grote kansen. 100%, dat is bijna zeker, op 25 graden of warmer. En dat komt dan ook weer terug vanaf zaterdag en zondag, maandag en dinsdag. En ook daarna waarschijnlijk nog wel zomerse warmte. Met ook waarschijnlijk wel 3 dagen tropische warmte. En dat is dan 30 graden of warmer. Kortom, de hitte die komt wel onze kant op, maar het gaat geleidelijk. Nog fijne dag.